herkomen en dat was echt bij mij, wow, dat was echt een mega wake-up call. Je kunt zo zelf een keer zo zien, mijn zat foto, niet goed. Maar ik had zo weer babbeld in mijn eigen, ik had echt iets de hele tijd van die gast een probleem. En dat was bij mij ook zoiets van, wow, ik was door zodanig veel afstand te nemen van de situatie, kun je dingen in een heel ander daglicht zien. En ik schaamde mij over mezelf en dat was ik echt zoiets van wow. En dan ben ik weet dat nog, 3 weken was ik nuchter. Ik heb altijd zo'n videodagboek blijven bijhouden. En na 3 weken zei ik, het grootste dat veranderd is in mijn leven door 3 weken niet te drinken, is dat ik eindelijk weer respect heb voor mijn eigen. Ook, ik ging uit, hè. Ik deed mijn broek soms af, dwaas doen, gaan slapen op straat, soms. Hey, doen in een park soms in het gras gaan slapen, opstaan, zo zat of nee nog, thuiskomen, mijn broek gescheurd, t-shirt kapot, gewoon, en dat was in mijn huis, die had zoiets van, has, ça va, maar eigenlijk was ik heel ver van mezelf verwijderd. En soms moet je heel ver van jezelf verwijderd worden om terug naar de kern te komen, maar dat was, ik had zeer weinig zelfrespect en zelf met naar vrouwen toe heb je dat ook lang gehad van, ik werd verliefd op iemand en pak mij maar, doe maar wat je wilt met mij. En ik was dus een sloef, ik deed alles. Ja. Maar dat is niet goed, hè. Je moet kijken van oké, wat kun jij mij geven, wat kan ik u geven en zo in verbinding stappen. En niet zo maar, ja, pak mij. Maar dat komt ook voort vanuit een groot verdriet, hè. Dat is niet zo van, ik deed dat niet expres, hè. Zo kom, pak mij maar. Maar dat was eerder vanuit een diep gemis aan fysisch contact, aan oordeelvrij zijn, aan mensen die luisteren naar u. Dus elk gedrag komt voort vanuit een bepaalde tekort in ons leven of elk gedrag, een gedrag dat je bij jezelf misschien veroordeelt of niet oké, dat komt voort vanuit je gemis en daar moet je ook oordeelvrij naar jezelf voor kunnen kijken. En wanneer is de eerste keer dat je hebt gesproken met iemand over hoe dat je je voelde, over wanneer dat je bent gestopt met drinken, wie is de eerste persoon dat je dacht van die persoon vertrouw ik, die persoon daar ga ik alles tegen spreken, of was dat allemaal via sociale media? Nee. Dat is die social media, dat is meer de laatste 2 jaar dat ik dat gedaan. Laatste 2 jaar. En hoe lang? 6 jaar en een half. Zes jaar en een half. Maar de allereerste persoon die ik eigenlijk gesproken heb, buiten mijn ouders, dan was mijn beste maat. Nu nog altijd mijn beste maat. En beste maat van sinds wanneer? Van ons 12 jaar ongeveer. 12 jaar. En hoe ging jij om met jouw drankprobleem? Dronk jij ook? Drinkt hij nu nog? Ja, hij drinkt nog af en toe. Maar nee, maar dat was eerder van, kijk, hè, ik respecteer uw beslissing, ik apprecieer u als mens, dat is wat hij deed. Ja. Hij stopt en ik ga u steunen. Hè. Ik ga niet stoppen, omdat hij niet wou stoppen, maar hij heeft mij gesteund. Hij heeft niet zo gedaan van, allee, moet jij niet stoppen of moet... Nee, het was van, oké, hij wist ook alles. Hij wist ook wat er allemaal gebeurde bij mij thuis, dat ik laat thuis kwam, dat ik soms niet even fris op mijn werk was. Ja. Als je zo'n cafévriend hebt, die weet niet wat er allemaal gebeurt. Hè. Maar met mijn beste maat, die wist echt wel wat er allemaal gebeurde. En die steunde dat onmiddellijk. En ik heb veel met hem gebabbeld. Ik heb ook met mensen gebabbeld. De kat zit bijna aan de camera. Ik heb ook veel gebabbeld met mensen die toen gestopt waren met drinken. Ik heb dan naar de AA ook geweest. Ik ben ook naar psycholoog geweest en naar therapeuten. Dus eigenlijk, ik schaamde mij niet meer dat ik ook het feit had dat ik een alcoholprobleem had. Ik kon daar makkelijk over babbelen, omdat ik zo voelde dat dat ook nodig was. Ja. En dat is ook zo, hè, de mensen die een negatief zelfbeeld hebben, dat is omdat wij onszelf veroordelen en omdat wij ons schamen voor iets. En eigenlijk, dat is een vrij moeilijk om te gaan echt gaan integreren, maar schaamte bestaat niet in het leven. Dat is iets dat we denken dat bestaat, maar eigenlijk schaamte, dat bestaat niet. Zolang dat wij er zelf een lading aan geven, bestaat dat wel, maar in het algemeen is dat niet, kun je ook oordeelvrij naar jezelf daarvoor zijn. En ja, tussen mijn 20 en mijn 25 had ik een alcoholprobleem en ik wist niet hoe ik dat moest oplossen en ik schaamde me daarvoor. Maar nadat ben ik daar eigenlijk heel openlijk beginnen over vertellen en ook beginnen erkennen, ja, ik heb dat probleem of ik heb dat. Dus je staat een beetje met die eenzaamheid. Ja. Eigenlijk, ja, als je stopt met drinken, dan zijn een beetje, doe je wat anders dan andere mensen. En vaak heb ik me ook wel eenzaam gevoeld. En het is echt zo, door lang en diep in therapie te gaan met iemand en altijd praten, dat ik dat begon te beseffen van, wow, ik ben wel eenzaam geweest in mijn leven. Want voor mij is eenzaamheid de vorm van niet begrepen worden. En ik denk dat veel mensen zich eenzaam voelen in het leven, dat ze zich niet begrepen voelen. En dan, op een andere manier, ja. Door daarover te communiceren, zijn er ook mensen die je feedback geven, die je misschien tips geven of zo. En ja, dan kun je daar anders mee omgaan. Oké, en nu ga ik een moeilijke vraag stellen. Dat is,
moest er nu iets gebeuren, nee, waardoor dat je jezelf beeld, dat je jezelf ziet als super slecht of als een slecht persoon, of dat je ook nog steeds wil stoppen met leven of zo. Wat zou dat zijn, iets dat er zou gebeuren? Dat je echt denkt van, nu kan het niet meer. Wat zou er voor jou, bijvoorbeeld, dat je geen lezing mee kan doen, of dat er niemand mee geïnteresseerd is in jou, of dat er meer, dat er, ja, allee, ik bedoel, YouTube, dat is niet echt interessant. Allee, belangrijkste, maar bijvoorbeeld dat er mensen jou ontvolgen of dat je credibiliteit weg is of zoiets. Is er dan zoiets dat je denkt van, kijk, moest dat nu gebeuren, dan zou ik niet per se zelfmoord willen plegen, maar dat zou echt in echt dalen. Of uw vriendin of zo. Is er zoiets? Ja, maar... Wat je denkt van, nee, ik vind dat, moest er iets nu gebeuren, dat is iets dat ik heel zwak in ben. Ja, maar ik vind dat... Allee, wat hij, die vraag die hij mij nu stelt, dat is eigenlijk iets waar ik de laatste 2 jaar dagelijks mee bezig ben. Ja. Dus eigenlijk, wat ik gedaan heb, want ik ga er niet onmiddellijk op antwoorden, ik zal zien wat mijn antwoord volgt. Ja. Maar wat ik gemerkt heb, is eigenlijk alle dingen waar we attached to zijn, waar we ons mee identificeren, ergens, heb ik ergens al vanuit mijn eigen dingen losgelaten. En bijvoorbeeld mijn haar nu, ik heb dat afgeschoren 2 weken geleden, omdat ik eigenlijk wel attached was aan mijn krul en ik vond dat was stoer. Ja. Ik heb ze afgedaan. Waarom? Omdat ik zo wil voorbereid zijn op wat er komt. Snap je? En eigenlijk, de voorbije 2 jaar, ik heb mezelf al die vraag gesteld, stel dat iedereen mij ontvolgt, wat zou dat doen met mij? En in het begin is er van, oh nee. Maar nu is dat zoiets van, ja oké, okay, als dat zo is, is dat zo. Ik heb eigenlijk 6 maanden geleden dat ik iets meemaakte in mijn leven, dat ik eigenlijk besefte, en ik heb altijd al geweten, maar ik heb dat beseft dat we geen controle hebben over het leven. Maar je kunt dat weten, maar je kunt dat ook voelen. En ik weet, ik heb 0,0 controle over het leven. Ik weet dat. Elke dag kan er iets gebeuren. Mijn vriendin kan inderdaad thuiskomen en ze kan omver heen wonen door een auto. Mijn nichtje, daar kan er iets mee gebeuren. Mijn ouders kan er iets mee gebeuren. Ik heb al op heel veel zaken gewerkt. Dus inderdaad, ook stel dat ze morgen mijn business volledig weet kikt wel onderuit schoppen. Wel, ja. Ga ik dat wel jammer vinden, maar dat is niet dat. Dat ik van brug. Ik ga nooit meer ook uit het leven. Allee, ik wil dat niet meer, omdat ik zoiets heb. De reden dat ik uit het leven wou stappen is soms. Ik had een idee, maar dat idee dat lukte niet. En dan voel je je frustreerd en dan moet dan. Nee. Maar ik heb geleerd, hè, als je dat idee hebt en het flow niet, ja, dan flow het niet. Dat is oké, okay, dat is geen probleem. En wat zou het moeten gebeuren? Ik denk dat de moeilijkste zaak waar ik het mee zou hebben is als er iets zou gebeuren met mijn nichtje of mijn neefje. Dan zou ik het vrij lastig hebben. Ja, met mijn ouders ook, maar ik heb er ook al heel veel rondgewerkt. Ja, met mijn vriendin heb ik ook al veel rondgewerkt. Ja, wat ik wel soms merk is, bijvoorbeeld, is dat mensen zeer hard zouden zijn tegen mij. Ik bedoel, ik heb een vrij tof relatie, al 6 maanden, en dat gaat goed. Maar soms als ze verschiet of zo, dan kan het heel hard zijn naar mij. En dan voel ik wel dat ik ineen krimp. Het mensen die beginnen roepen als er iemand als je aangevallen voelt, kunnen beginnen roepen en tieren. Ja. Maar ik ben iemand die in mijn schelp gaat krijpen en pas na 2 of 3 dagen bijvoorbeeld ga iets kunnen zijn omdat ik verschiet. Ja, maar ik ben ook zo iemand. Iemand die zo niet direct gaat reageren, een beetje gaat achteruit gaan. Ja. En minder beginnen, niet dus, direct beginnen roepen of zo. Dus dat is waar ik denk, ik heb heel veel gedaan omdat mensen wat liefdevoller met mij zouden omgaan, dat ze wat zachter zijn. Maar oké, mensen hebben zichzelf ook niet altijd onder controle en daar verschiet ik soms wel van als mensen zo hard zijn en dan zo van, wat heb ik nu weer gedaan? En ik had dat gisteren iets gedaan met mijn vriendin, dat ze niet zo wijs vond. Ik dacht dat ze dat grappig ging vinden, maar het was niet zo grappig. En dan was ik, ze was enorm uitgevlogen en ik was verschoten en dan, oh, kiek, en dan zo wel kieken dat ik ben en allee, ja. En ja, dat kun je, maar ik probeer liefdevol te zijn voor mezelf. Dat is ook de kunst van een positief zelfbeeld. Dus oké, je doet dingen verkeerd, je doet dat niet expres. En wees liefdevol voor jezelf, oké, leertijd. En dat is iets van alcohol. Honderd keer heeft het universum mij getoond, stop met die alcohol. Dat is slecht voor je. Je hebt er accident van, je krijgt er slaag van mensen. Het is pas op tv, dat ik op tv ben, ik ook nog zoiets had. Ah ja, dat is wat het universum mij wil, het is niet goed voor mij. Dus als ik discussie heb, of als ik dingen in mijn leven tegenkom dat wel moeilijker zijn, probeer ik daaruit te leren. Als ik dingen voel door mij, of als ik stress heb, of ik weet niet wat, dan probeer ik daarom te werken. Ja, of achterhalen waarom. En probeer achterhalen. Ik geloof dat
dat elke vorm van energie dat wij niet gewoon zijn of zo, of dat wij voelen dat daar een behoefte is of zo, of is ons lichaam dat ons iets wil vertellen, maar we moeten soms achterhalen wat dat je lichaam je wil vertellen. En niet zo desperate van, oh nee, ik moet dat weten, maar gewoon, je kunt er een beetje rond werken. En de tijd, het universum ook, geeft je altijd wat je nodig hebt. Dat is ook zo, ik ben aan het zoeken met mijn madame achter een ijs om te gaan samenwonen, omdat hier, omdat we dan een tuintje hebben en zo. En dat vloog niet 100% of zo, omdat alleen, we hebben er niet gevonden wat we willen. En, ja. Maar ja, dat is teken dat zo moet zijn. En in het begin kon mij daarin frustreren, ik vind het niet. Maar nu, ik heb er ook al rondgewerkt van, oké, het is zo, we zitten hier op zich niet slecht en zo. En dat is teken dat zo moet zijn. Dus, maar die controle, daar heb ik heel lang om gedaan. Weten dat ik geen controle heb over alcohol, daar heb ik ook 10 jaar om gedaan. Maar weten dat ik geen controle heb over het leven, daar heb ik 20 jaar om gedaan. En dat heeft mij enorm bevrijd. Want dat is ook zo, ik ben zelfstandige en soms krijg je de belasting, je moet btw betalen en ik weet dat wel allemaal, maar soms krijg je dan, je denkt al, we zijn goed bezig, we gaan aan het verdienen en dan krijg je zo'n rekening van 4000 euro dat je moet betalen voor het btw. En vroeger kon ik daar ook zo van mijn melk van zijn, goh, toen hè. En nu is het van, vind ik dat wijs? Nee ja, maar dat is hoe dat systeem werkt. En dus ik probeer ook die dingen te aanvaren, vanuit een ervaring. Oké, wat er ook gebeurt, stel dat mijn vriendin morgen thuis komt en ze zegt, ja, ik heb iemand anders leren kennen. Ja, ik ga je dat jammer vinden, hè? Ja, echt waar. En, alleen omdat wij goed overeenkomen, maar ja, bedoel, ik ga niet vechten om haar te behouden als ze iemand anders wil. Ja, dan is dat zo, ja. Maar ik heb dat wel lang om gedaan, hè, om dat te kunnen zeggen. Ja. Dat is niet... Dus niet dat... Niet op een dag of... Nee, zeker niet. Hè? Zeker naar vrouwen toe, daar ik heel veel werk rond gehad, omdat er gewoon heel veel pijn in mij zat. En dat is ook wel... Hoe kun je een positiever zelfbeeld hebben in het leven? Dat is door jezelf beter te leren kennen. Door te weten wat jij nodig hebt om je goed te voelen. Ja, dat was mijn volgende vraag. Als er nu een